in de gat viert weer carnaval. En dat duurt drie dagen. Goedemorgen. Zo, Merk. Ik heb een vraag over je wagen. Wie kan ik... Dan moet je bij Cor van der Steen zijn. Dat is onze woordvoerder van onze carnavalwagen. Dankjewel, Kok. Hallo Jolien. Hallo. Ik ben Kok. Ja, van Kok. Drank en Klank. Nou, geweldig. Hartstikke welkom. Dankjewel. Hier bij onze club. Ja, want jullie zijn de carnavalsvereniging. Ja. En jullie, waar zitten jullie ergens? Wij zitten bij het Geveltje in Boksel. Okay. Dat is eigenlijk ons cafeetje. Daar hebben we vroeger gevoetbald. En van daaruit zaten een paar jongens aan de bar. En mijn man of drie. Ja, die hebben een keer mijn carnavalsnummertje meegedaan. En die wouden de carnavalsclub groter hebben. Vandaar de naam? Geen drank en klank. Hey Cor, en jullie doen ieder jaar mee met de optocht? Ja. Ieder jaar gaan we niet zonder prijzen, want wij bouwen wel ja, serieus, best serieus, gezellig. Ja, het, ja. Gezellig, met een man of 6, 7 en 8. En ja, wij doen echt ons best om voor de eerste plaats mee te rijden. Ja, leuk hoor. Wanneer ben je, of hoe lang zijn jullie nou bezig met zo'n wagen bouwen? Die wagen, wij zijn 2 maanden geleden begonnen, een maand of 3, 4 zijn we echt bezig met wagen bouwen. En echt door de week. In het weekend, ieder weekend, iedere zaterdag. Goh, en hebben jullie een vaste wagenbouwploeg? Of? Ja, dit is een vaste wagenbouwploeg. Die bestaat ook een man of 6, 7. En als we echt in tijdnood komen, en nou zie je eigenlijk geen dames, dan denkt hij, maar de dames die komen door de week, ze komen zowel s'avonds mee hier bouwen. Oké. En die doen hetzelfde als jullie? Wat ik ja, bedoel, ook het plakken en zo. Oh, en ja, ja. Vooral het plakken. Ja. Het grovere werk doen de mannen allemaal. Ja, leuk. Dus. Want hoe kom je nou aan die materialen? Wij krijgen van Janssen Installaties, daar werkt Toon ook. En daar krijgen we al het ijzerwerk van. Okay. En, de grootste kostenpost is eigenlijk het gaas. Maar ja, de verf krijgen we van schildersbedrijf Belske. En dan krijgen we het schilderwerk of de verkeerde kleuren. En die willen wij allemaal hebben, dat is goed voor carnaval. Ja, leuk. Ja. En als jullie, jullie beginnen zo'n wagen te bouwen, hoe gaat nou zo de opbouw van zo'n pop? Of want... De opbouw van een pop, ja, dat is, het idee is geboren. En ja, pop, we zetten, het is, we lassen pijpen in elkaar. En daaromheen begin ik te vouwen met betonijzer. Ja. Doen we helemaal rondmaken of vierkant, net wat we willen hebben. En dat lassen we in elkaar en aan de rand gazen, plakken. Ja, plakken is heel veel werk. Het zijn allemaal kleine stukjes, ja, maar het is echt heel veel lastwerk. Goh. En over, dus wat ik nou hier zie, dat ze onder zit, zeg maar die kranten, die zitten geplakt op het gaas. Die zitten geplakt op het gaas. En dan heb je een krant geplakt en eroverheen plak je dat witte papier. Ja, dat witte papier, dat is ook puur voor de stevigheid. En het is ook met schilderen, het trekt niet zo aardig in de krant. Want ik zie nou deze wagen, is natuurlijk nog lang niet af, maar... Vertel er eens iets over, wat is nou het onderwerp? Het onderwerp is, wij hebben twee wethouder en de burgemeester, die zijn allebei weg. De ene wordt burgemeester, de andere die gaat naar cello. Dan hebben we de ene, even goed nadenken, de ene speelt nu viool en de andere een andere zool. Ja, de andere zool, dat slaat erop, want als die gaat naar Best, wordt burgemeester van Best, het Baterdorp. Ja, en... Als jullie zitten zelf niet op de wagen, hè? Nee, wij lopen er wel rond, dat is voor de veiligheid, want dat is verplicht. Er zitten 2 man eigenlijk in het, deze is gemeentehuis van Best. Er wordt dadelijk ook nog helemaal een stukje door te gedaan. Aan de andere kant, daar is cello gebouw. Dat is de directeur van Beers, die gaat naar cello toe. Dat is directeur geworden. Ja. Dus en hij speelt eigenlijk het cello in plaats van de viool? Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel, ja. Maar dat is wel het leuke, want het is een beetje moeilijk om daar... Om dat op zool moet rijmen en dat is eigenlijk het moeilijke van, mag niemand kwetsen. Nee. Moet wel leuk blijven. Ja, ja, is dat is ook heel moeilijk van een carnavalswagenbouw. Ja. Dat echt het ludieke naar boven komt. Ja. Die, wat jij net vertelde, er zitten 2 mensen in de wagen. Ja, 2 mensen zitten in de wagen, want er komt, deze gaat dadelijk allemaal bewegen. Hier hebben we motors liggen, die wordt aangesloten en deze draait helemaal rond. Voor hebben we de cello en Van Beers, Frank Van Beers. Die gaat die cello bespelen, want die arm die gaat zo op en neer, die gaat echt over de snaar heen.
En zijn hoofd gaat een beetje op en neer, want hij heeft een veer gemaakt. En dan komt zijn hoofd op te zitten. En dan gaat zijn hoofd nog een beetje op en neer, dus ja, het moet een swingend geheel worden. Gewoon wel leuk, zeg. Hij wordt toch wel ieder jaar groter, merk ik. Ja, we zijn, ik denk, vorig jaar waren we groter in Den Bosch. In Den Bosch rijden 11 wagens mee, geloof ik. Mm-hmm. En hier in Bosch reden vorig jaar al 13 mee. Zo, en waar zou dat liggen? Ja, ik denk aan het prijsgeld ook, want we hebben wel gezegd, prijsgeld in Boksel, dat is eigenlijk wel hoog, als je dat zou willen. Maar wij hebben als clubs gezeten, Natneus, de grote clubs allemaal, die toen, om de optocht groter te krijgen, iedereen prijs proberen te laten halen. Dus dan wordt het prijsgeld wat minder, maar het gaat toch voor de eer. Ja, ja, wel leuk. Dus in principe, als je een wagen hebt gebouwd, heb je bijna al prijs. Ja, dat is in ieder geval wel te proberen. Dan heb je in ieder geval iets terug van het geld. Ja, of waar je besteed hebt, maar het is ook... Ja, ik wil natuurlijk allemaal de eerste worden, want tussen de Natneus en ons is al jaren een strijd. Jij is er nog steeds. Ja, en echt, wel zo'n leuke strijd. Hij is gewoon perfect. Ja. En de achterblijvers begint naar hoop te komen en we maken alle clubs weer wakker worden. Want we gaan bouwen. Ja, leuk. En jullie doen dus al jaren mee. Heb je, vertel eens, heb je ook prijzen gewonnen? Ja, wij hebben nu, als we dit jaar eerste worden, hebben we de derde keer de eerste prijs op rij. Ja, gewoon, dus wel heel bestemd. Hey, ik wens jullie heel veel succes. Hey, dankjewel. En laten we hopen dat jullie een goede prijs hebben. Nou, we gaan voor de eerste prijs. Hè? En ik ga steeds zeker staan kijken. Prima. Succes ermee allemaal. Hè? Ik hoop dat we dinsdag zien met de carnaval. Hè? Bedankt. Kunt er geen eentje klagen. In café of in de grote zaal. Daar visten ze met elkaar.